Ajax dat in de tweede seizoen zelf gestaag een voorsprong heeft genomen ten opzichte van PSV als het gaat om het doelsaldo. En daar kwam een puntenvoorsprong bij na de laatste speelronde, na speelronde 33. Het gaat dus 3 punten. Verschillend doelsaldo 14. Ajax maakte bovendien meer doelpunten. Met andere woorden, het is een heilloze missie geworden. Prolongatie van de landstitel. Ja, wat staat er voor de tegenstander op het spel voor Heracles Almelo? Ja, dat is toch vooral een kwestie van heel blijven in de aanloop naar de play-offs. 34e speelronde, ook begonnen in Eindhoven. Rosario. Schwab raakt de bal niet echt lekker. En Gutierrez in de drukte. Heracles voor de eerste keer en kansrijk ook. Dit zou de openingsgoal kunnen zijn. Dat is het ook. Na 26 seconden is het raak. Joey Konings maakt hem. Oud PSV'er. Het begint bij Gutierrez die er niet uitkomt in de drukte. Dat valt nog niet eens heel erg aan te rekenen. Dan is het geen buitenspel op het moment dat Konings binnendoor komt. En het keurig afrondt. Dumfries laat zich verrassen. Steekpaasjes goed. Konings is sterk. Gebruikt het lichaam. Angelino houdt het breed aan de linkerkant. Heeft te maken met Drosten. Ja, één keer verloren. PSV in eigen huis van Heracles. Daarvoor moeten we terug naar 1964. 0-1 toen. Een goal van Gerrit Pesman. Pereiro. Malen een klein beetje ruimte gevonden. Dit is goed gevoetbald door PSV. Nu de voorzet richting De Jong. Maar dan heeft Heracles toch wel weer voldoende mensen in het eigen 16 meter gebied. Waaronder Alexander Merkel. Daniel Malen met de vrije schop. En daar de mogelijkheid en de reflex van Brouwer. Maar dan gaat uiteindelijk alsnog de vlag omhoog voor buitenspel. Deze Rosario. Op het moment dat De Jong de bal verlengt, nou, zou het interessanter zijn geweest voor de VAR. Malen. Daniel Malen. Daar komt PSV nu met heel veel man eruit. En dit is Hens, maar de vraag is in hoeverre Nijhuis het ernstig genoeg vindt voor een penalty. Dan wordt het voorlopig nee. Gaan we kijken. En u hoort de retorische vraag al van Mark van Bommel. Gaan we kijken. Ja, dat doen we in deze situatie natuurlijk altijd. Dus de VAR is tamelijk dichtbij. Slim balletje. Drost, goede aanname. Drost met de kans en de sliding uiteindelijk van 4 geven. Maar je had het zomaar 0-2 kunnen worden. Via Jesper Drost die hem geweldig meenam. Maar in extreem is nog de sliding. De corner en de kopbal van de lijn gehaald. Dit was een serieuze mogelijkheid voor De Jong. Dicht bij nummer 29. Goeie strakke hoekschop. De timing van De Jong die is altijd in orde. Malen. Zit nu wat zwoeng in deze aanval. En Brouwer moet zich helemaal strekken op het schot van Daniel Malen. Weer een hoekschop van Pereiro. Weer gaat De Jong de lucht in. Angelino van afstand tegen de kont van Dos Santos aan. PSV een beetje mazzel dat die bal voor de voeten viel van Gutierrez. Anders ontstaat er een 3-1 situatie. Het voordeel van de Heraklide. Angelino. Malen. Doorgelopen, bediend door De Jong. Komt er net niet uit. Gutierrez, Angelino en de eigen goal. Zo is het 1-1. Wat een ongelukkig moment daar. Daar kan Drosten niet zoveel aan doen. Want hij probeert die inzet van Angelino nog tegen te houden. Maar hij werkt hem zo achter zijn eigen doelman. PSV komt langzij in de 32e minuut. Slim tikje dit van Gutierrez. Met Drosten die bal net voldoende van richting om er een goal van te maken. 10 minuten nog in de eerste helft.
Malen. Daniel Malen. Dumfries. Dumfries snijdt direct de tegenstander de pas af. En nu het vervolg nog. Pereiro. Pereiro, lange hoek gezocht. Een goede redding van Brouwer die zich helemaal moet strekken. Aanval loopt nog door. Angelinho. Brouwer blijft staan. Malen. Kopt de bal eigenlijk weg voor de voeten van Denzel Dumfries. Veel gevoel in de linkervoet. Maar net niet voldoende om Brouwer te passeren. Knappe redding. Daar zit Lozano die misschien wel, dat weet je natuurlijk niet, zijn laatste wedstrijd gespeeld heeft voor PSV. Voor het eerst in 5 seizoenen dat PSV het seizoen gaat afsluiten zonder prijs. Malen met de demarrage, die is indrukwekkend. Positie gekozen door de Jong, maar net op tijd Kroester die het toch heel behoorlijk doet. De hoekschop verlengd door Schwab. Binnengehouden, teruggelegd en binnengeprikt ook. Viergever met het laatste tikje. PSV op een 2-1 voorsprong in de derde minuut van de tweede helft. Corner van Malen. Schwab die verlengt. De bal wordt dan net aan binnengehouden, maar zeker binnengehouden door Rosario. En Viergever reageert dan simpelweg wat sneller dan de rest. En er is heel weinig ruimte, maar heel weinig is voldoende. Kroester verdedigt wel ten koste van een hoekschop. Natuurlijk loert Luc de Jong nog altijd. De grens van 30 doelpunten is in zicht. De laatste PSV'er die grens wist te slechten. Matthea Kesman. 15 jaar geleden, daar is de kopbal van de Jong. Maar recht in de handen van Brouwer. Angelinho, corner. Een kleine duwtje van de Spanjaard wordt niet bestraft door Nijhuis. Ja, dat zou je toch langzamerhand wel moeten weten dat Nijhuis daar niet kinderachtig in is. Kijk, dit duwtje van Angelinho. Kan wel door de beugel. En dan leidt dat dus tot deze hoekschop. Die wordt binnengeknikt door de Jong, maar gekeerd door Brouwer. Luc de Jong van dichtbij. Al richting de Jong. Er staan er 2 vrij. Pereiro is er eentje van. En daarachter nog Daniel Malen. Heracles raakt vermoeid. Brouwer. Kuas. Die zou nog fris moeten zijn. Maar kan die bal niet binnenhalen. Bergwijn. Schot van Bergwijn. Dat is een afzwaaier. Peterson. Zit er nog een resultaat in voor Wormoed nu de gala voorhoede in ere hersteld is. Dat zou zomaar kunnen, want hier is Peterson, die loopt zich vast. Aansluiting is er van Duarte, Kuas. Van Santos. Kuas. Kuas met de volley. En het leek erop alsof Zoet die bal laat zag komen. Een metertje naast. Het zou leuk zijn voor het trouwe publiek als er nog wat aardige dingen gebeuren in dat laatste kwartier. Oh, het is weinig verheffend allemaal geweest vanavond in het Philipsstadion. De laatste thuiswedstrijd. Hendrik zou daar misschien voor kunnen zorgen. Misschien er ook ruim naast. Kuas. Slim blok van Peterson. Daardoor kan Van Hinten die bal controleren en hem meegeven aan Peterson. Christopher Peterson en Zoet die ja, eigenlijk nog helemaal niet getest is in de tweede helft. Moet ze hier toch eventjes lang maken. Een knullig rolletje uiteindelijk van Peterson. Dit kun je rustig uitleggen als een vorm van waardering, deze wissel die Van Bommel in de slotfase doorvoert. Daniel Schwab. Na 3 jaar PSV zit het er voor hem op.
Malen is heel snel, veel sneller. Malen voor de 3-1. Malen doet het. Nummer 10 van het seizoen voor Daniel Malen. Het zit erop, de reguliere competitie 2018-2019, waar PSV als tweede gaat eindigen. Waar Heracles nog de na-competitie in gaat, uiteraard. In poging om Europees voetbal te bewerkstelligen.